Hey, tof dat je kijkt. Dit is even een nieuwsupdate over de komende periode. Dus let's go. Allereerst, ik hoop dat jullie een toffe vakantie hebben gehad. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Even ertussenuit, even wat minder social media. Dat is ook wel lekker. Maar ik heb er zin in om volop tegenaan te gaan. Een heleboel leuke plannen. Een heleboel content geschoten wat de komende maanden uitkomt. En ik neem je even mee wat de plannen zijn voor de komende maanden. Dus als eerst. Je kunt de komende tijd een heleboel video's verwachten van mijn buitenlandse trips van de afgelopen weken. En dat zijn deze. En wat nieuw is, ik heb die video's in het Engels gemaakt. Hi, thanks for watching. Dat was even wennen, ook een beetje awkward, maar ik denk dat het goed is om te doen. Omdat een heleboel mensen de Engelse taal ook spreken en die hopelijk dan ook de video's gaan kijken als ze naar het buitenland gaan. De Nederlandse routes blijf ik wel gewoon in Nederlands doen, want ik denk niet dat een heleboel mensen uit het buitenland hier naar Rukven gaan en dan deze video gaan kijken. Maar in het buitenland is natuurlijk wel potentie om buitenlandse volgers te krijgen, dus vandaar die overweging. Mijn Engels is niet perfect, ik denk dat het goed volgbaar is en dat het alsnog leuk is om naar te kijken. Halfway the first climb. Yeah. How are the legs? They're fine, just fine. De meeste van jullie spreken ook Engels, dus ik ga ervan uit dat dat geen probleem is. Veel plezier met die video's. Ook heb ik de afgelopen tijd wat video's opgenomen voor mijn daytrip. Maar dat zijn spots die een beetje in grijs gebied zitten. En nou kreeg ik vaak ook te horen van joh, wil je niks daarvan online zetten? Of we willen het graag een beetje onder de radar houden. Omdat er anders misschien gezeur komt of dat het gesloten moet worden. Dus ik heb besloten om die video's wel te schieten. Maar niet te melden waar ik dan ben en ze secret spots te noemen. Dit is een secret spot. Ik denk dat degenen die het herkennen, het zullen herkennen. Maar het voor de rest een beetje een geheimtje blijft wat voor mooie spots er allemaal zijn. Maar als je goed zoekt op het internet, dan kom je er vast wel achter. Ik heb een samenwerking met Swalbe en ik heb een video gemaakt over de nieuwe XC-band. De Swalbe Rik XC. Dat is de eerste video die volgende week online komt. Ook ga ik in de komende periode in samenwerking met MTB Routes en Cube weer een cargo bike weggeven aan een van de onderhoudscrews van de Nederlandse mountainbike routes. Dus hou onze socials ook daarvoor in de gaten. Er komt een nieuwe serie, iets wat ik al heel graag wilde doen. En de serie heet More Skills, More Fun. En daarin ben ik met verschillende coaches op pad gegaan om te kijken waar bij mij de verbeterpunten zitten. Want ik denk, hoe goed je ook kan fietsen, er altijd wel verbeterpunten zijn. Een beetje snelheid. Ja. Hij zit eraan te komen hoor. Je rijdt goede lijn, hè? Dus dat doe je fantastisch. Je merkt dat je nu een stukje gereden hebt en al buiten adem bent. Probeer ontspanning te vinden. De video's heb ik ingedeeld op bepaalde skills, bijvoorbeeld basics, klimmen, freeride, noem maar op. En door hun persoonlijke aandacht hoop ik meer skills te krijgen en dus ook meer fun op de trails. Voor die serie worden nog wel wat opnames gemaakt, dus het duurt nog even voordat die online komt. Maar dan weet je alvast waar je naar uit kan kijken. En echt iets heel tofs, in de laatste week van oktober, en dat is de herfstvakantie voor mij, ga ik naar Zuid-Afrika om daar te fietsen met MTB Zuid-Afrika. Dat is wel echt een soort van droom die uitkomt. Volgens mij wordt het een unieke reis. Als je meer info daarover wilt, check even linkjes in de omschrijving. Er is nog plek voor die week en vind je het leuk om bij mij aan te sluiten en ook samen video's te maken. Stuur mij dan even een privébericht of even een mailtje. Dan kunnen we kijken of we misschien samen kunnen reizen. En wie weet kunnen we daar een hele toffe week hebben. Dus wil je daarover meer info, stuur me even een berichtje of even een mail. Super tof. En check ook even gelijk MTB Zuid-Afrika. En het laatste is het stukje abonneren. Meer dan 70% van de kijkers is niet geabonneerd. En dat is zonde, want elk abonnee draagt bij aan de groei van het kanaal. En kan ik zorgen voor nog meer toffe mountainbike content. Dus heel tof als je abonneert. Wil je wat extra's doen, kan je ook lid worden van het kanaal. Linkjes hieronder. Gewoon als je vet vindt wat ik hier allemaal aan het doen ben. Maar sowieso, elke
like, abonnee, reactie en view ben ik al super blij mee. En deel het vooral met je vrienden. En kijk uit naar de komende periode. Heb je vragen? Laat een reactie achter. Of stuur me een berichtje. Vind ik leuk. Geef ook deze video even een like. En dan zie ik je volgende week weer. Ciao. Oh ja, vergeet te zeggen. Ik wil echt wel weer wat meer Nederlandse routes gaan aftikken. Maar door het kutweer van de maanden die we hebben gehad. En alle routes die niet begaanbaar waren. Is er gewoon niet zo heel veel van gekomen. Maar ik ben echt wel weer van plan om wat rode pinnetjes te gaan verwisselen voor blauwe. Want Nederland heeft ook gewoon hele prachtige routes. Dit is trouwens Rukve. Verborgen pareltje. Komt ook uiteraard de video van. Oké. Hey, later. Doei.